Of. Met Rogier Roeters, um, kunstenaar. Hij is nu aan het exposeren in Museum Voorlinden in Wassenaar. 2.500 tekeningen zijn er te zien, Rogier. Mm -hmm. uh, het is ook zo lullig om tekeningen te beschrijven op de radio. Hè? Maar dus, ik, doe, ik doe even een paar van je... Want je hebt tekeningen met een tekening, maar ook ja. met alleen tekst. Ja, zeker. Bijvoorbeeld deze. Ik vond, mijn, ik vond mijn vorige probleem fijner dan mijn huidige probleem. Ja. Altijd leuk om op Radio 1 te zeggen... Goed geneukt, slecht geslapen. En het ja. gegrepen. gegeven. <laughs> nee. <laughs> ja, precies. You got me at that one. <laughs> <laughs> Wil je daar verder iets over vertellen? Nee hoor. Nee, wel. Nee, nee. <laughs> nee. Goed. En deze voor ik ook... Ja. Somm sommige zijn ook alleen maar gewoon grappig. Mm -hmm. Jij bent echt een vrouwje mouw. Bedoel ah, je die... een mooie vrouw? Nee, vrouwje mouw. <laughs> ja, ik vind het zo. Maar <laughs> ik kan er zelf ook om lachen. Slaat nergens op. Sorry ja, dat, dat vind ik wel grappig, dat je er zo vond. Nou, jij zei ook dat je zelf een leuk hoofd had van binnen. Dus nu mag ik ook even mijn podium pakken. <laughs> goed, de rest van het uur gaan we het over jou hebben, ja? Is goed? Um, dit zijn er maar drie van die, van die talloze tekeningen. Jij zei net van um, dat je iets het gevoel had van het is nooit genoeg. Mm -hmm. En ik loop door die ruimte. En ik denk hetzelfde. Ik denk, het is nooit genoeg bij nog hier. Dus mm -hmm. Er kan er nog één bij en nog maar, En Dan zit ik op je Instagram te kijken en dan zie ik er nog, nou, nog een paar duizend. Yeah. Um, dat is. Dat is ja, ik zou zeggen, gedrevenheid. Wat ik zie, is een soort lust in het leven. Ja. Um. Ik denk dat er de ergens ook wel, want ik zag dat jou die, die zin opschrijven. Ja. En deze week dacht ik, want ik, ik had het er ook over van dat nooit genoeg. Ik heb het eigenlijk altijd al gehad. Als kind dan, had ik, dan moest je bijvoorbeeld een spreekbeurt houden. Dan had ik, en dan nu hoofdstuk 38. Weet je wel, echt gewoon oneindig veel hoofdstuk. Omdat ik altijd een soort. In één spreekbeurt. Ja, dan had ik dat helemaal uit mijn hoofd geleerd voor één dag. Ja, maar mijn Zo lang me. mogelijk, zoveel mogelijk. Omdat ik dan dacht, of als er mensen komen eten, dan ben ik een soort van chronisch bang dat er te weinig eten is. Maar ik bedoel, ik wou zeggen, ben je, ben je een kind van de oorlog? Maar dat kan niet. Nee. nee. Maar dat zat er dus altijd al in, die gedrevenheid. Ja, of een soort van bewijsdrift zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Misschien komt het voor een deel daar ook al vandaan. Ja. Van, hallo, zie mij of uh, hoor mij. Ja. Ik heb een mooi voorbeeld heb ik hier. Dat wilde ik even aan je voorlezen. Want wij bellen dan nou wat mensen om jou heen. In dit geval Seur, um, de redacteur. Die belde jouw oom Paul. Ja. Daar ben je dik mee. Ja, zeker. Ja. Oom en, en goed bevriend. Ja, en hij zei: um, Hij was 20, jij was 8. Jullie gingen een ijsje halen in een bos. Okay. Drie kilometer lopen. En jij had net op school de radslag geleerd. Oh, dat, ja. En die deed je dan voor aan je oom. En toen zei je oom: Maar dat. Drie kilometer lang. Ja. Hij deed drie kilometer de radslag. Ja, ik, ja dat klopt. Dat soort Wat is dat voor iets geks? Roger? Ja, ik, ik zou niet weten waar dat vandaan komt. Maar dat is een soort obsessief kan ik mezelf ergens in vastbijten. Mm -hmm. En dan is het, het grenzeloos. En is dat, is dat obsessief? Want obsessief heeft iets um, over het randje. Ja. Alsof het iets met te, in, te ver. Ja. Of is dat gedreven? Vind, vind je het obsessief? Uh, Dat soort gedrag? Nee, mijn, mijn buiten. De, mijn, de buitenwacht, de buitenwereld vindt het obsessief. Ik verlies me gewoon helemaal gefocust in één ding. Bijvoorbeeld goochelen of uh, ja, wat dan ook. Of ja. inderdaad de ratslag als kind. Ja. En dan honger ik het helemaal uit. En dan is het ook helemaal op. Dan geef ik ook helemaal niets meer om. <laughs> dus voor juist een soort, een soort hyperfocus? Ja, voor een paar jaar meestal. Mm -hmm. Dat is, met betekeningen tekeningen en met mijn werk niet zo, maar met. Uh, met, met dingen als goochelen of de raadslag of voetbal. Of is dat heel kort vaak gecomprimeerd en dan ben ik het helemaal kwijt. Ik kan me dan ook niet meer voorstellen dat ik ooit nog goochelen op van. Want goochelen, dat heb je nu een pakje genoemd. Dat is ja. een. Uh, mensen denken, oh leuk, die jonge goochels. Maar ja, ja. jij hebt dat serieus aangepakt. Ja, nee, ik vind, ik, vind, vind goochel, ik Ik heb ook een haat liefde relatie met goochelen, omdat ik het ergens ook denk. Jeetje. Maar het spelen met de werkelijkheid, mm -hmm. uh, iets in, onder controle houden. Een soort, soort van MacGyver, simpele manier mensen um, ja, beduvelen. Wat van <laughs> alle tijden is, klassieke trucs, die werken dus nog steeds. Uh, het zijn wat uh, uh, zit in een hipper een, een nieuwe jasje. Maar, maar is, is dit het goochelen van een muntje achter mijn oor vandaan halen? Oh. Nee. Uh, nou ja bijvoorbeeld zou kunnen ik, ik kijk ik ik hou van je hebt heel veel verschillende soorten manieren van goochelen mm -hmm. um, ik, ik ga dan weer heel erg en dan kom je uit weer op het obsessieve weer inderdaad op het over het randje ik hou heel erg van vingervlugheid dus een beweging oefenen die oneindig in je systeem komt eerst kan je het niet dan kan je het een beetje dan laat je het vallen dan kan je het voor de spiegel dan kan je het voor je familie dan kan je het voor vrienden dan kan je het voor vreemden mm -hmm. En uiteindelijk kan je mijn midden in de nacht maken en dan zit het in mijn vingers. Dan zit het gewoon helemaal in. Ik, mm -hmm. ik houd ervan dat ik dat dan zo helemaal. Dus ja, op die manier je... goochelen vind ik interessant. Dus niet het muntje, nee. maar eerder van hoe kan je op een hele simpele manier eigenlijk storytelling doen in een hoofd? Hoe kan je een illusie creëren in een hoofd? Uh, dat vind ik en liefst met zo weinig mogelijk middelen. Is dat niet eigenlijk een beetje hetzelfde als met de tekening? Ja, want, nee, want je tekent ja. een, 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 een truc, maar ja. door de tekst wordt het iets anders. En wordt het van jou? Ja. ja. Ja, precies. Mensen maken hele verhalen van de tekeningen. Uh, ja, dit is, het is maar wat je er zelf van maakt. En ik vind het ook natuurlijk heel erg interessant om te spelen met wat je al eerder zei: een kinderlijke, uh, kinderlijke stijl tekeningen. Mm -hmm. en met een, een volwassen uh, gedachtespinsel dat gaat wringen. Want ergens is een kindertekening tekening heel erg toegankelijk. Mm -hmm. uh, de, de kleur, het kleurgebruik, uh, de manier van de tekening. Maar de tekst is weer confronterend of kan confronterend zijn, en dat het daarin. Clash twee wereld dat vind ik interessant. De spanning die, die dat oplevert.